Hallo allemaal, ik ben Chantal van Krafmama. En zoals jullie weten, ben ik helemaal fan van Harry Potter. En met een nieuwe film die eruit komt van Fantastic Beasts, leek me dat superleuk om voor jullie een Gryffindor dormroom te maken. Ik heb deze kit gekregen van newfrog.com om uit te testen. Het is gewoon zo'n dollhouse kit. En ik ga hem dus zelf modifieren, dus aanpassen, zodat het een Harry Potter kamer wordt. In deze doos zit in principe alles om deze kamer te maken. Zal je eronder ook een link geven hoe je dit maakt? Laten we als eerst de doos openen. En kijken wat we allemaal krijgen. Alles is in principe al uitgesneden en uitgezaagd. Je hoeft zelf in principe alleen maar lijm toe te voegen. En er zitten zelfs lampjes bij. Hier zit ook een hele beschrijving bij in het Engels, wat super fijn is. Dat je alles kan zien. En er zitten dus twee lampjes bij. En ook zit er plastic afdekplaatjes bij. En kijk, hier kun je dus stap voor stap zien wat je allemaal krijgt. Nou, ik heb hier dus de houten plaatjes die erbij zitten. En alle onderdelen en de plastic plaatjes waarvan we eentje gaan gebruiken om een extra muur te maken. Dat het een dicht kamertje wordt. Eigenlijk heeft hij maar twee muren. Ik ga er drie maken. Ik heb hier dus ook mijn eigen stenen uitgeprint. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk dus. Stenen patroon. En daarmee ga ik. En ik heb hier bijvoorbeeld ook andere dingetjes die ik heb uitgeprint. Kleine flesjes. Kleine vlaggetjes van Harry Potter. Eigenlijk van alles. Ik heb ook op stof. Heb ik het Gryffindor logo geprint. En als je wilt weten hoe je op stof moet printen, ik heb boven in de hoek een video staan. Een hele oude video van mezelf. Nou, ik ben begonnen door alle meubelonderdelen bruin te schilderen. Dan heb ik eerst twee lagen bruin geschilderd. En straks als alles in elkaar is, schilder ik het nog een laag. Want ik wil graag bruine meubels hebben. Je kunt ze uiteraard wit laten. Maar in de Harry Potter wereld, in hun slaapkamers, is alles bruin. Nou, hier zijn de templates voor de muren. Die knip ik uit. Die kun je zo meteen gebruiken ook om te kijken welke waarbij past. En dan kun je ze dus uitknippen op papier om ze erop te plakken. Er zitten dus alle templates erbij. Dan snij ik dus deze uit. En dan knip ik hem dus verder uit. En dan gaan we alles erop lijmen. Nou, wat ik doe is, ik heb dus de tacky glue. Klein laagje eroverheen. En je kunt er ook lijmspray voor gebruiken. Zodat je alles goed bedekt hebt. Heel klein beetje laten aandrogen en daarna kan ik het papier heel mooi erop plakken. En dan knip ik hem dus uit op het randje wat ik heb afgesneden, dus aangegeven heb. Even zorgen dat hij goed erop plakt. Je kunt het ook op deze manier doen, dus door een beetje lijmspray erop te spuiten. Lijmspray op mijn geprinte patroon. Dan kan ik hem zo erop plakken. En dit zijn gewoon allemaal patroontjes die ik heb gevonden op Pinterest. En zo kun je hem dus zelf helemaal customizen naar wat jij leuk vindt. Nou, als je nu alle plaatjes gedaan hebt, dan prik ik hier dus de gaatjes erin. En hier gaan we straks de lampjes doorheen halen. Dus je moet wel zorgen dat je dit goed inprikt. Dus ik doe het eerst vanaf de ene kant inprikken met de steekprikker. En dan vanaf de andere kant. Dan draai ik eigenlijk zo rond tot je het gaatje krijgt. En dan gaan we hier de achterkant insprayen.
En dan doe ik daar ook een stenen patroon op. Want ik wil als je aan de zijkant kijkt dat hij ook stenen heeft. Dit zijn dus de plaatjes die we hebben. En ik hoop dat we het op deze manier zo gaan lijmen. Eerst even van tevoren even uittesten voordat je hem gelijmt. En ik gebruik dus tacky glue. Zoals je niet te veel lijm gebruikt. En de zijkant ook pas meteen doen. En dan kunnen we deze voorzichtig aan erop lijmen. Hierover langs. En dan zorg ik zo dat alle muren naar elkaar gelijmd zijn. Dan heb ik hier dit zijplaatje. Die ga ik dan ook bedekken. Dan heb ik hier van Fimoclei dus dit muurtje gemaakt. Ik heb het meer uitgeprint van Harry Potter. En dan ga ik het hier zo op aftekenen. Dus het extra stukje van de muur die ik heb. Dat ga ik zo meteen uitsnijden. Want dan kun je zo meteen door het glas heen kijken. En daar is die acrylplaat dan weer mooi voor. Om zo, kijk, kan ik dit zo erop lijmen. En dan kunnen we het raampje erop lijmen. Ja, door die acrylplaat, als het in de achterbescherming eraf is, hebben we dus een raam in ons poppenhuis zitten. En hier kunnen we natuurlijk customizen als je zelf wilt. Nou, dan kunnen we de achterkant eraf halen, dus het beschermpapier. Het is vrij statisch geladen, dus je kunt hier nou gewoon zo foto erachter doen en later ook weer gewoon eraf halen. En dan lijmen we deze ook zo erop. Dan hebben we in ieder geval onze base alvast klaar. En dan heb ik hier dus de stof die ik geprint heb. Ik heb dus eerst lijmspray op papier gedaan, daarna stof erop gedaan. En dit gaan we dus uitknippen. En dit gaan we gebruiken om kussentjes van te maken, dekbedden van te maken. Je hebt van die speciale stof waar je op kan printen, maar ik vond het wel leuk om het zelf te maken. Dan ga ik beginnen met de meubels in elkaar zetten. Dit is een matras. Even meten hoe groot die moet zijn. En dan kunnen we dit zo erop lijmen. En dan de randen afknippen. En dan doen we zo het dekbed zo eromheen vouwen en vastlijmen. Ik heb de rand bovenin naar binnen gevouwen en dan alles omgevouwen. Dan hebben we hier dus het kussentje. Dus ik heb rood met daarin het Gryffindor logo geprint. En dan gaan we die dan binnenste buiten aan elkaar naaien. Kijk, ik heb hier dus dat logootje. Doen ze zo tegen elkaar aanvouwen. En dit was wel een beetje een priegelwerk, maar wel heel leuk om te doen. Dan ga ik hem aan twee kanten aan elkaar vaststeken. Dan ga ik hem binnenste buiten keren. Om zo het kussentje te maken. Gewoon elke keer steken. Het is echt, je moet echt een stokje gebruiken om hem binnenste buiten te keren. Dan vul ik hem met wat een heel klein beetje vulling die bij de kit zit. Dan vond ik het makkelijk met een schaar te doen. Dat kun je ook met een pincet doen. En dan steek ik hem vast. Het was echt heel erg leuk om deze kit te customizen om te bedenken van waar komt wat en wat ik wat voor gebruiken. Dan kunnen we alles in elkaar gaan bouwen. Ik heb hier het onderdelen van het bed. En ik ga gewoon volgens het stappenplan alles zo in elkaar lijmen. Ik gebruik het lijmpistool zodat het wat sneller gedroogd is. Je kunt het ook met andere lijm doen dat je wat langer moet wachten. Het werkt allemaal. Gewoon even vasthouden dat het goed vast zit.
En dan hier bovenaan het lijm. En dan kunnen we deze zo erop lijmen. Dus je lijmt ze eerst aan één kant van het bed en dan de andere kant van het bed. Met deze zo aan de voorkant op. En dan deze zo er bovenop. En dan het trapje. Het stoeltje waar de twee zijkanten aan elkaar zitten, het achterplankje erop. En dan de zitting erop. Dan gaan we het kastje in elkaar bouwen. En dus gewoon het stappenplan volgen zoals het boekje staat. Alleen is het geschilderd. En ik heb gemerkt, je kunt beter wel een klein beetje lijm gebruiken. Want met te veel lijm, dat ga je zien. Dus we hebben een heel klein beetje nodig eigenlijk. En dan lijm je het plankje erop. En dit plankje erin. En alles goed. Ik heb alles zeker allemaal een dag laten drogen voordat ik het verder weer aanraakte. En in elkaar kon zetten. En even de bovenkant van ons kastje. En dan ons bureau. Het tafeltje. En dan gaan we het lampje in elkaar zetten, want het lampje moet je er doorheen halen. Dat was even een priegelwerk, want je moet de kralen erop doen. En uiteindelijk heb ik met een beetje lijm het helemaal vast kunnen zetten. En dan haal je dat zo met een druppeltje lijm door het tafeltje heen. En dan kun je hem zo vastlijmen. En dan laat je hem even drogen. En dan kunnen we beginnen met decoreren. Ik ben begonnen met een beetje posters op te hangen. Dus ik heb allemaal leuke kleine posters die ik heb gevonden, uitgeprint. Dan kunnen we het kastje erin lijmen, dus het bureautje die we hebben gemaakt. En die had ik nog een laagje geschilderd. En ik lijm alles vast. Een poster van Gryffindor. Proud, Gryffindor Pride, hè. Dan heb ik hier het tapijt wat ik uit heb geprint, heb ik een gaatje in gemaakt. Daar heb ik zo de kabels van het lampje erin gehaald. En die gaan hier dan zo onder door het gaatje heen voordat ik het bed ga vastlijmen. En dan lijm ik de hoogslaper vast. Dan kunnen we verder gaan inrichten. Dus ik heb een bezemsteel gemaakt van lijm. Van fimoklei, sorry. Het stoeltje dat we hebben gemaakt. Ik heb een kistje gemaakt wat ik op Pinterest heb gevonden. Dat is gewoon een printable. Dan heb ik een kraal gepakt en ik heb wat van het groen gepakt wat we bij de kit hebben gekregen. Die heb ik zo erin gelijmd. Dan ga ik maar een heel klein druppeltje van het hete lijmpistool. Ga ik hem op mijn kastje vastlijmen. Dan heb ik hier dit lampje gemaakt dat bij de kit zat. Die gaat zo in de muur in het gaatje. En dan trek ik hem zo erheen. Ik moet wel zeggen dat het een hele uitgebreide kit was voor wat je ervoor betaalt. Volgens mij kost deze kit tussen de 10 en de 20 euro. En je hebt echt heel veel knutselplezier ervoor. En dan heb ik ook een mini uiltje gemaakt en ik heb een kooi zelf gemaakt. Want natuurlijk, een heks kan niet zonder zijn vogel. En die kunnen we dan sowieso erop gaan lijmen zometeen. Dus dan pak ik een beetje lijm, dat doe ik eerst de uil erop plakken. Op een stukje van mijn vilt. En dan plak ik het kooitje erop en dan kan ik als het droog is dat uitknippen. En dan hebben we eigenlijk een vogel met een kooi eromheen. En dan heb ik hier hele kleine vierkante kralen. Waar ik dan een rond kraaltje weer op ga lijmen. En daar doe ik dan weer een heel klein labeltje op plakken. Zodat je kleine flesjes krijgt. Dus doen we een ronde kraal en een vierkante kraal. Dan krijg je eigenlijk een mini flesje.
En dan heb ik dus een mini labeltjes uitgeprint. Met ingrediënten erop. Het is echt super klein, maar je kunt het wel lezen van dichtbij. En die heb ik dan allemaal in een kast klaargemaakt. Dan heb ik hier nog wat meer posters. Ik heb ook wat mini boeken gemaakt. Een klein koffertje. En dan kunnen we dus de kamer verder gaan inrichten. Het zijn allemaal kleine boekjes die ik gemaakt heb. Wil je nou ook weten hoe je die boekjes maakt? Is in principe gewoon een foto van een boek met een lang stuk wit papier en om en om vouwen. Ik heb daar ook een tutorial van hoe je dat kan doen. En dan gaan we zo alles vastlijmen. Kijken of je hem leuk vindt van plaats. En dan kunnen we lijm gaan gebruiken om het bed vast te gaan lijmen. Ik heb dus twee van deze bedden gemaakt. En dan heb ik van rode stof een soort van deken gemaakt. Een gooi over eigenlijk. En dan kunnen we dus nou de led met elkaar gaan verbinden. Het is in principe één van de ene lamp, één van de andere lamp en een kleur. En een zwarte kleur. En een beetje folie eromheen. Of sticker eromheen. En één van de andere. En dan is in principe onze Harry Potter slaapkamer helemaal klaar. Ik vond hem super leuk gelukt. Kijk, ook de lampjes werken goed. En ik ben echt helemaal tevreden met het resultaat. Ik vind het er super schattig uitzien. En ik hoop jullie natuurlijk ook. Ik zou graag meer van dit soort kamertjes willen maken. Ik vind het kei leuk om die poppenhuisjes te maken. En ik heb nog een kit liggen. Hebben jullie nou een leuk idee wat voor kit ik volgende keer voor kamer moet gaan maken? Laat me dan even weten. Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om een kawaii kamer te maken. Of een Hello Kitty kamertje. Net wat jullie willen. Ik vind het natuurlijk leuk om te weten wat jullie ervan vonden. Nou, super dankjewel voor het kijken. Ik kan niet wachten op de nieuwe Fantastic Beasts film. En zouden jullie graag ook een van deze kits willen bekijken of bestellen? Kun je naar de link kijken in de website. Die op het geval onderaan in de beschrijving staat. Op newfrog.com. Dus dankjewel voor het sponsoren van deze video. Ik wens jullie allemaal een super fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Doei!